Wat er gaat gebeuren in deze video. Zoals jullie achter mij kunnen horen, het alarm is zojuist afgegaan. Iets van bloed ligt hierop. We vinden nu echt iets bizars. Echt iets heel bizars. Allemaal dode vogeltjes liggen er. Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Nou, ik sta hier op een hele andere locatie dan dat ik normaal sta. En ik ga ook iets anders opnemen dan normaal. Iets wat niet met dieren te maken heeft. Zoals jullie achter zien, mijn broer, die klimt al over het hek heen. We zijn nu bij een kazerne, een verlaten kazerne, in Tilburg. Het heet Kromhout. Nou, wij gaan hier dus nu naar beneden lopen en dan gaan we kijken of we in het gebied kunnen komen. Ik moet hier niet uitglijden, dus even goed kijken waar ik stap. Oh. Oh, fuck, hey. Ik zak door die kuttak heen. Ah. Nee, valt mee. Oké, nou, eerst obstakel zijn we doorgekomen. Deze is niet zo lastig. Hierachter moet dus ergens de kazerne zijn. Ik ben erg benieuwd wat het is. Dit is ook iets totaal nieuws. Dus als jullie tips hebben qua opnemen, qua andere dingen die ik moet vertellen, laat het zeker hier weten in de comments. En ik heb er echt heel veel zin in. Zo, we lopen hier door het bos en zoals daar kunnen jullie zien, staat een klein huisje achter. Hier staan nog wat huisjes, daar stond nog een raar hek. We beginnen eigenlijk al best wel vaag. Er zijn best wel veel verlaten plekken. Best wel logisch, want we gaan naar een fucking grote verlaten kazerne. Maar in ieder geval, het is wel best wel vaag dat je hier al allemaal van die kleine verlaten dingetjes ziet. Maar wel echt onwijs vet. En ja, ik ben echt benieuwd naar het hele grote gebouw. Ik ben benieuwd hoe groot het is en wat we er allemaal kunnen vinden. Misschien zijn er wel vage geestenmensen geweest die proberen geesten op te roepen. Noem maar op. Dus ja, ik ben benieuwd. 2 seconds later. Nou, zoals jullie hier kunnen zien, de brand heeft wel flink toegeslagen. Daken zijn helemaal ingestort. Kijk hoe groot dit is. Allemaal in Nederland. Wie had dat verwacht? Dat je dit in Nederland allemaal kan vinden. Echt niet normaal hoe ziek dit is. Het is ook echt zo groot. Ik dacht echt, het is een klein gebouwtje. Nou, wat vet is om te zien, is zoals jullie hier kunnen zien, de natuur die begint ook weer langzaam over te nemen. Het is allemaal verlaten en daar komt de natuur, die komt uiteindelijk weer omhoog. En dat gaat uiteindelijk hier overnemen, waardoor het helemaal weer onder natuur komt staan. We staan binnen in het gebouw nu. Zo, allemaal stenen op de grond. Ook een paar dode vogels zien, maar we moeten erg uitkijken, want die brand is hier geweest. Zoals jullie kunnen zien, het hele ijzer is ook vervormd. Het is allemaal vervormd geraakt hier. Ik ben hier samen nu met mijn broer, zijn we even op pad aan het gaan. De drones vliegen achter ons aan, die gaan ons een beetje filmen ook. Heel vet, maar we moeten heel erg uitkijken waar we lopen, want alles is hier ingestort. Er staat één grote kerk er nog, die is niet ingestort, maar ik zie hier een trap naar beneden. Die gaat volgens mij naar een kelder, dus daar wil ik nog wel naar binnen gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat we nog gaan vinden allemaal, maar kijk dit. Een klein pleintje met hier beneden. Een soort trap naar beneden. Allemaal oude koelkasten staan daar nog. Het is niet normaal. What the fuck, ouwe. We staan hier nu dus onder dit gebouwtje. Het is best wel laag. Oh, wow. Dit is echt bizar. Ik word zelf een beetje verblind door mijn eigen flashlight. Maar kijk dan. Wow, dat loopt echt zo ver door. Oh, er staat hier ook een hele creepy deur. Nou, die allemaal verlaten dingetjes. Kom, kom, kom. Mijn broer die durft niet helemaal, is een beetje een mietje. Maar in ieder geval, wij gaan naar die deur lopen daar even. Oh, die deur is eng, hé. Durf jij hem open te maken? Ik, soms heb je het nooit gelezen, papa, man. Je moet nooit verlaten liggen. Hij is open. What the fuck ligt daarin? Hoor je dat? Ja. Oké, let's go. Oké. Okay. Enge geluiden worden we in één keer. Allemaal getik hoor ik. Oké. Okay. Ja, we gaan hieruit. Oké, okay, ja. Dit is nog heel erg binnen. Daar komt het geluid vandaan. Laten we dit laat maar uitlopen. Lampje uit. Ik schrok oprecht van dat geluid. Wat was dat, hè? Staat er ineens zo'n manneke achter me. Hallo. Zo, naar de kelder zijn we in geweest. Holy shit. Ik vind het heel vet om te doen, maar het is wel echt wennen. We lopen één hoekje verderom. Kijk, een oude lift. Nou, daar ga ik niet in staan voor mijn eigen safety, want dan straks donder ik naar beneden. Nou, dat moeten we ook niet hebben. Hier is de hele bekabeling nog van de oude lift. Maar wat ik hier zie, is dus het is een oude legerbaas geweest, voor de duidelijkheid voor jullie nog een keer. Maar hier liggen dus de zakken. Maar wat ligt er in de zakken, vraag ik me af. We zijn dus iets verder gelopen en we zijn erachter gekomen wat de matten waren die we net vonden. Zoals jullie hier kunnen zien, het zijn een soort van bedden, zijn het. Maar hier zit er dus eentje uitgerold. Maar het is iets heel vies zit erop.
Zoals jullie hier kunnen zien, dames en heren. Iets van bloed ligt hierop. En het is heel vies. Daar ligt nog een stukje. Oh, jullie zien het nu niet, want het schist. Daar ligt een stukje bloed op. Hier. En daar. Het is echt heel vies. Nou, ik ga ervan uit dat dit van een beest is natuurlijk. En, want er lopen hier natuurlijk, wij zijn niet de enige die hier lopen. Er lopen hier natuurlijk ook ratten, andere steenmarters, boommarters, noem maar op, lopen hier ook L-soorten. Dus ja, ik ga ervan uit dat het van dat is, maar je weet natuurlijk nooit in zo'n verlaten gebouw. Maar wel heel creepy door dit vinden, echt heel eng. Ik schrok me helemaal dood, dames en heren. Hier staat dus een kledingrek. Met... Wat? Kijk dit. Kijk dit, dames en heren. Een soort verkleedhok is dit. Misschien als ik mijn lamp aanzet dat jullie het wat beter zien. Een soort verkleedhok met allemaal kledingstukken op de grond. We hebben toch maar even onze trui voor onze mond gedaan voor tegen de asbest eventueel. Maar zo, de stank komt hier gewoon door mijn trui. Maar kijk dit. Gewoon oude skis liggen daar. Best wel ziek. En hier allemaal oude dvd's en allemaal kinderspeelgoed. Best wel creepy. Maar ik denk persoonlijk dat hier nog een zwerver slaapt ook. Want hier in deze kamer ligt nog een bank. Vliegenstrips liggen er, zodat vliegen gevangen kunnen worden. Nou, tasjes liggen hier op de grond. En ja, het komt allemaal best overeen met dat hier nog mensen leven. We hoorden ook af en toe misschien een soort van stampvoetjes, hoorden we. Ja, inderdaad. En het water, er druppelt hier best wel veel water. En zoals jullie hier kunnen zien, heel veel voetsporen staan hier op de grond. En ja, kijk, als ik een voetstap zet, dan komt hij er gelijk in. En dit is dus allemaal best wel heel erg vers. Ja, daar dan niet, maar bij de waterplekken komt er gelijk een voetstap in. En dit is dus allemaal nog hier. Kijk, ik kan het zelfs uitvegen. Zo vers is het nog. Dus dit zijn echt verse voetstappen. En ik heb nou niet heel veel zin om iemand tegen te komen. Wij gaan hier weer naar buiten toe en dan gaan we even naar een ander stuk van het gebouw. Want we zijn nu pas in één klein gedeelte van het gebouw geweest. Moet je nagaan hoe groot het is. En dit gewoon in Nederland. 2 seconds later. We vinden nu echt iets bizars. Echt iets heel bizars. We lopen hier naar binnen. We kijken bij het raam. Allemaal dode vogeltjes liggen er. Al de derde, vierde skelet, vijfde skelet, zesde skelet, zevende skelet, achtste skelet, negende skelet. Het is niet normaal. Gewoon 9 dode vogeltjes hier tussen dit raam. Het kan door de brand gebeurd zijn, kan dat ze hier tussen dit konden vallen. Dat ze daartussen zijn gevallen en dat ze daar zijn vast komen te zitten. En dat ze dood zijn geraakt. Maar 9 bij elkaar is echt niet normaal. Ja, echt sneu om te zien. Maar ja, en is het zo en wij kunnen er niks meer jammer doen. Het alarm is zojuist afgegaan. Ik moet hier zo snel mogelijk beginnen. Want vaak als het alarm afgaat, dan komen de mensen naar toe. Dit pand is van iemand anders. Dus die kon waarschijnlijk zo checken, maar ik ben nog best wel heel verstukje weg. Dus ik hoop niet dat ik de lul ben, want iedereen is al weg. En ik ben de enige die er nog ben, maar ik ben waarschijnlijk door een sensor gelopen of iets. Dus ik hoop echt niet dat ik de lul ben. Kut. Daar staat wel iets van een auto. Oké, kijk. Daarachter. Jullie zien het net niet. Er staat een rode auto. Kut. Oké, ik ga er gewoon naartoe. Ik ga het slootje over. Dan ben ik als goed bij het einde. Dit was wel echt heel spannend. Ik heb ook gerend voor mijn leven, dat is echt niet normaal. Ik heb het bos, zoals jullie zien, achter mij gelaten. Ik ben klaar daar. Het was een wijs vet. Ik ben nog binnen geweest in de kerk uiteindelijk. Het alarm ging af. Heb ik jammer genoeg niet op film, maar uiteindelijk hoorden jullie het wel. Ik ben wel wijs hard gerend uiteindelijk, want het alarm gaat af en er komen nog gelijk mensen hier naartoe. Maar het was wel echt, het was de moeite waard. Het was zo mooi van binnen. Ik heb een paar shots kunnen maken, maar het was allemaal heel snel gehaast, want het alarm ging al gelijk af. Maar in ieder geval, ik heb genoten. Vonden jullie dit soort verlaten plekken avonturen nou vet? Laat het zeker even beneden weten. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Want er komen nog zeker meer van dit soort avonturen aan. En dan hoop ik jullie bij de volgende video te zien. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is later. Out, out.